Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Welkom bij uitzending 1274. In deze uitzending lezen we verder in Openbaring 17. Hoofdstuk 16 ging over de laatste serie van zeven oordelen die door engelen worden uitgevoerd. De vorige keer hebben we het gehad over de zevende engel. Als hij zijn schaal met Gods toorn uitgiet in de lucht, klinkt er een luide stem vanaf de troon in de tempel die zegt: Het is gebeurd. Meteen daarna komen er bliksemstralen, stemmen en donderslagen en een aardbeving zoals er nog nooit eerder is geweest. De aarde schudt op zijn grondvesten, heel de wereld wordt erdoor getroffen. Hier zien we opnieuw een parallel in de serie's oordelen. Ook bij het openen van het zevende zegel en het blazen van de zevende bazuin vonden deze verschijnselen plaats. De gevolgen van de aardbeving zijn enorm. Babylon valt en vele steden worden vernietigd. Bergen en eilanden verdwijnen. Het aardoppervlak wordt geëgaliseerd. Mensen kunnen zich nergens meer verschuilen. Dan wordt er nog een hagelbui beschreven: van onvoorstelbaar grote hagelstenen. Maar ook dit leidt er niet toe dat mensen buigen voor God. Integendeel, zij lasteren de Heer. In openbaring 17 krijgt Johannes uitleg van een van de engelen die de schalen hadden. De engel laat hem zien welk oordeel de grote hoer Babylon zal treffen. Deze stad wordt omschreven als iemand met wie de koningen van de aarde ontucht hebben gepleegd. Ze hebben zich ingelaten met de goddeloze praktijken van het beest door zijn beeld te aanbidden en de gelovigen te vervolgen. We gaan vandaag verder met de beschrijving van Babylon. Openbaring 17, vers 3. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn, en ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest. Dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens. Ik geloof dat de woestijn die in dit vers wordt genoemd letterlijk is, maar ook dat het een teken is van de chaotische toestand van de wereld, die door de religieuze verwarring van Babylon wordt opgeroepen. Johannes zag een vrouw zitten op een scharlakenrood gekleurd beest. Dit is een verschrikkelijke en angstaanjagende scène. Het beest werd eerder geïdentificeerd als de antichrist, die over het herstelde Romeinse Rijk geerst. De vrouw zal in vers 18 geïdentificeerd worden. Daar staat, en de vrouw die u gezien hebt is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. De vrouw is een stad en de stad is Rome, de religieuze hoofdstad van de wereld. Het is een religieus Rome, dat in die tijd al de religies van de wereld zal hebben geërfd. Alle ware gelovigen zullen het wereldtoneel hebben verlaten in de tijd van de opname. Dit sluit alle ware gelovigen in. En deze ware gelovigen zijn te vinden in allerlei verschillende kerken. Alle echte gelovigen, ongeacht waar ze naar de kerk zijn gegaan, zullen opgenomen worden. Dit zal een kerk op aarde achterlaten die volslagen afvallig is. In plaats van de bruid van Christus te zijn, noemt God haar een hoer. De stad wordt verder geïdentificeerd in de versen 9 en 10. Daar staat: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen. Rome was de stad die op zeven heuvels lag en als zodanig bekend werd bij heidense en christelijke schrijvers. Horatius schreef: De goden die met welgevallen kijken naar de zeven heuvels. Ovidius voegde toe: Maar Rome kijkt om zich heen, over de hele aardbol, vanaf haar zeven bergen, de zetel van het rijk en verblijfplaats van de goden. De vrouw, de hoer, vertegenwoordigt dus een religieus stelsel dat tijdens het eerste deel van de periode van de grote verdrukking zal worden onthuld. En dit religieuze stelsel, zoals het symbool dat ons wordt gegeven aanduidt, beheerst en stuurt het Romeinse Rijk aan het begin van de periode van de Grote Verdrukking. Openbaring 17, vers 4. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en getooid met goud, edelgesteente en parels. En zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. Purper was de overheersende kleur van het Romeinse imperialisme. Elke senator en consul droeg een purperen streep als een teken van zijn positie. Ook de kleren van de keizer waren purper. We zien hier de schoonheid van uiterlijk vertoon. Maar, zoals bij bijvoorbeeld de Fariseeën, is het van binnen vol onreinheid. Edelstenen en parels zijn mooi, maar ze kunnen een vuile imitatie van echte religie uit het hart zijn. De Heer Jezus zei in Matthäus 23, vers 25: Wee u, schriftgeleerden en Fariseeën, huichelaars. Want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar van binnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. De vrouw had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. Daar hebben we al over gelezen. In Jeremia 51, vers 7 staat: Babel was in de hand van de Heer een gouden beker, die heel de aarde dronken maakte. Van zijn wijn hebben de volken gedronken. Daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige. Openbaring 17, vers 5. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven. Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Dit is een ontgutsende openbaring van de aard van deze vrouw. Ze draagt geen kroon, maar veel eer het kenmerk van haar beroep. Het gebruikte Griekse woord mysterion betekent geheimenis, verborgenheid. Het geeft een geheimenis of verborgenheid aan die alleen voor bepaalde, daarin ingewijde personen openbaar is. Zoals in verschillende Griekse mysteriegodsdiensten. In het Nieuwe Testament houdt het allereerst in iets dat niet gemakkelijk te begrijpen is, en een hoger inzicht vereist. Zoals bijvoorbeeld in 1 Korinthe 13, vers 2, waar staat: En al zou ik de gave van de profetie hebben, en alle geheimenissen weten, en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Ten tweede gaat het om iets dat tot nog toe onbekend is of was. Niet gekend kan of kon worden, waarvoor een goddelijke openbaring nodig is. Zoals met betrekking tot het behoud van het volk Israël in Romeinen 11, vers 25. Of de verhouding tussen man en vrouw als beeld van die tussen Christus en de gemeente in Efeze 5, vers 32. De ware kerk is een geheimenis in de zin dat ze niet in het Oude Testament werd geopenbaard. De Antikerk, hier als Hoer aangeduid, is een mysterie in de zin dat ze niet werd geopenbaard voordat Johannes Openbaring 17 schreef. In 2 Thessalonicaans 2 vers 7 staat Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt totdat hij uit het midden verdwenen is. Openbaring 17 vers 6 deel 1 En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. De hoer maakt niet alleen anderen dronken, maar zij is door haar daden van vervolging bedwelmd. Ze drinkt het bloed van de getuigen van Jezus. Of men nu gelooft dat gelovigen al dan niet door de grote verdrukking gaan, is het wel zo dat gelovigen, terwijl we bij het einde van deze bedeling van genade komen, enige verdrukking verwachten. In het ene land is dat al aan de gang, en de soort verdrukking is verschillend van plaats tot plaats. We merken ook bij ons dat het in toenemende mate moeilijker wordt om voor het Woord van God en voor de dingen van Christus stand te houden. Openbaring 17, vers 6, deel 2 en vers 7. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En de engel zei tegen mij, waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien hoorns. Dit is de eerste keer dat Johannes verbijsterd is. Wij waren waarschijnlijk al eerder verbijsterd, maar dit brengt Johannes van zijn stuk. De verbazing van Johannes is aanleiding voor de engel om de uitleg van het visioen te geven. In de versen 7 tot en met 18 worden de belangrijkste elementen van het beeld aan Johannes uitgelegd. Het gaat ook om een geheimenis, die niet gekend kan worden zonder uitleg. Openbaring 17, vers 8: Het beest dat u gezien hebt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is. De nadruk hier ligt op het aspect van het Romeinse Rijk van het beest in plaats van op het aspect van de Antichrist. We moeten dat in de gaten houden. Het beest was en is niet. Hierbij spreekt was over de voorbije geschiedenis van het Romeinse Rijk en is niet verwijst naar de huidige toestand van het gefragmenteerde Rijk. Het Romeinse Rijk is niet dood. Het is uiteengevallen in de naties van Europa vandaag. Maar het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. Er is sprake van de reactivering van het Romeinse rijk door Satan. Zoals ik eerder aanduidde, hebben velen geprobeerd het Romeinse rijk weer terug in elkaar te zetten, maar zij zijn nooit succesvol geweest. Karel de Grote probeerde het, Napoleon probeerde het, Hitler probeerde het, Mussolini probeerde het, en in de tijd waarin ik dit schrijf proberen de Verenigde Naties het. Maar zij falen ook. Het beest die de antichristus zal degene zijn die het Romeinse rijk weer terug in elkaar zal kunnen zetten maar het zal naar het verderf gaan, want er volgt vernietiging van het Romeinse Rijk door de komst van Christus. De weerverschijning van het Romeinse Rijk in zijn grote macht zal de bewondering winnen van de volken van de wereld die niet zijn gered. Zij zullen de antichrist respecteren en aanbidden vanwege zijn briljante staatsgreep. Godsheiligen zullen de gedachten van de geest hebben. Zij zullen het wel begrijpen en niet geestelijk stom zijn. Openbaring 17, versen 9 en 10 hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen. Vijf zijn er gevallen, één is er, de andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij in korte tijd blijven. Ik geef in verband met de zeven koningen een veel gehanteerde mogelijke verklaring. Julius Caesar, Tiberius, Caligula, Claudius en Nero zijn de vijf gevallen. Domitianus leefde in Johannes dagen. Dan verwijst de andere. Die nog niet gekomen is naar de Antichrist. Andere uitleggers beschouwen deze zeven als de verschillende vormen van regering die Rome meemaakte. Deze worden opgesomd als koningen, consuls, dictators, tienmannen en militaire tribunen. Eén is er, verwijst dan naar de zesde of keizerlijke vorm van regering, opgezet door Julius Caesar, en waaronder Johannes werd verbannen door Domitianus. De zevende en laatste, hoewel die nog niet is verschenen, zal satanisch in vorm zijn. Ongeacht de aangenomen uitleg is het doel dat men op het oog heeft hetzelfde. De antichrist zal heersen over het gereactiveerde Romeinse Rijk. Openbaring 17, versen 11 en 12 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven en gaat naar het verderf. En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Het beest uit de zee zal zich uiteindelijk concreet manifesteren in de regering van een koning. Zijn regering volgt op die van de zeven. Hier wordt de antichrist aangeduid. Hij is de kleine hoorn van Daniel 7. Hij is niet één van de tien hoorns, maar hij is apart van hen. Hij is het achtste hoofd in deze zeven. Toch is hij één van de zeven, daar hij de laatste vorm van bestuur van Rome herstelt. Dat kan wat verwarren, dat weet ik. Maar dat is precies wat hier in openbaring wordt gezegd. Openbaring 17, vers 13. Deze zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. De tien horens zijn dezelfde als de tien horens van Daniel 7, vers 7. Deze tien koningen zullen met de Antichrist regeren, maar zullen onderdanig zijn aan hem. Ze geven goed of kwaadschiks hun gezag over aan de Antichrist en worden zijn vazallen. Openbaring 17, vers 14. Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam. Want Heere der Heren is Hij en Koning der Koningen zal hen overwinnen. En zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. De tien koningen vormen een machtig leger dat onder aanvoering van het beest de strijd met Christus aangaat. Maar de overwinning wordt behaald door het Lam en zijn volgelingen. Want Heere der Heren is Hij en Koning der Koningen. Dit weerspiegelt zijn verhevenheid en majesteit boven elke macht en elk gezag op aarde. Openbaring 17, versen 15 tot en met 18. En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de Hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. En de tien horens die u op het beest zag, die zullen de Hoer haten, en haar berooid en naakt maken. En zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren, en dit eensgezind te doen, en hun koningschap aan het beest te geven. Totdat de woorden van God volbracht zijn. En de vrouw die u gezien hebt is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. De hoer zal slechts voor een korte tijd heersen. Een tijd lang is de Antichrist bereid zijn plaats van verheerlijking te delen met de hoer, omdat zij zich ook heeft ingezet om zijn zaak te bevorderen, terwijl zijn heerlijkheid werd verdeeld. Dit haat hij, en de tien koningen zijn hierin één met hem. De Antichrist verbreekt ook zijn relatie met de afvallige kerk. Deze haat tegen de afvallige kerk is zo heftig dat de reactie wordt beschreven als het op kannibalistische wijze afkluiven van haar beenderen, om die dan te verbranden met vuur. Maar door zo te doen vervullen de Antichrist en zijn tien bondgenoten het woord van God en voeren Zijn wil uit, zoals de Assyriërs deden, en zoals de keizer deed toen hij de belastingwet tekende die Maria en Jozef naar Bethlehem liet gaan. Door de afvallige kerk te verwijderen, wordt de weg vrijgemaakt voor de aanbidding van de Antichrist. De regering en religie van de antichrist wordt het donkerste uur dat de aarde zal kennen. En toch is het het onvermijdelijke einde van het wantrouwen dat begon in de hof van Eden en tot een hoogtepunt kwam in de kruisiging van Jezus Christus, toen de mens degene verwierp die de weg, de waarheid en het leven is. Door de waarheid te verwerpen is het enige alternatief dat voor een mens over is de grote leugen te geloven, de sterke misleiding. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Courchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.